Wij zijn in Arctis. Ik denk dat Olivia mijn chagrijnigheid heeft overgenomen. Kijk, hier zien jullie het pak ietsjes beter. En hier zien jullie ook mijn lieve babytje. Ik vind hem zo vet. Ik ga Sander zijn weer ruzie aan het maken. Je haar roze verven. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en we zijn thuis. We gaan naar Arctis. Met Olly en Sander. Sander is in de keuken, hier is Olly. Ik ga steppend naar Arctis en mama lopend. En papa ook. En Marcia en Gregor komen ook met Mila, dus dat is heel gezellig. Ja. En het is ook lekker weer. Hoeveel graden is het? Ja, het is maar 10 graden, maar het is wel lekker zonnetje. Ja. Dus daar hebben we zin in. Warm. Het zal wel druk zijn in Arctis denk ik, want het is wel zondag. Maar geeft niet. Olivia kent heel goed de weg. Dus ja. Dat gaan we doen, hè, schatje. En ik krijg een cakeje in Arctis. Ja, dat heb je om 7 uur vanochtend gevraagd. En daar heb ik toen onder dwang ja op gezegd. Dit is van mama. Van wie is die zebra? Van mij. Ja. En deze van... Papi. Papi. En je kon het niet zo goed zien. Kijk, dit is een panter. Wacht, die mijne kon je ook niet zo goed zien. Zo. Mm-hmm. En nog, mama kon je ook niet zo goed zien misschien. Zo, een vlindertje. So let's go. Wij zijn in Arctis. Sander liet mij net een dode muis laten zien. Daar ben ik niet heel blij mee. Ja, dat is gewoon horror. Leuk, weet je. Hij leeft niet meer. Ik hoop natuurlijk uiteindelijk dat je door die ervaringen achter elkaar, dat het op een gegeven moment slijt. Blijf en dan ben je me dankbaar. Kijk hoe mooi, alles in bloei. Ja, en nu gaan we eten. Waar gaan we eten? Oh, hoe heet het ook weer? Australian. Oh ja, the box. The box. Thinking outside of the box. The box. We zijn uiteindelijk lekker bij de plantage gaan eten. En de frietjes hier zijn zo lekker. Hey guys, good morning. Ik ben net wakker. Olly is al naar school. Maar ik had weer een beetje last van... migraine vandaag. Dus ik was weer gaan slapen. En ik heb dus door die migraine, het komt volgens mij uit mijn nek, die pijn, heb ik dus dat ik dan ook duizelig ben. En ik zie ook slecht. Het is echt heel ongemakkelijk. Maar ik heb best wel wat pijnstillers ingenomen. Dus hopelijk wordt het zo minder. En ik denk dat ik misschien straks ook even naar een massage toe ga. Ik moest wel wat dingen voor werk doen, maar ik denk dat ik het even rustig aan ga doen vandaag. En dat ik dan morgen... extra veel gaan doen in de hoop dat ik me morgen beter voel. Ik ga straks wel even mijn kast opruimen. Als dat duizelige weg gaat trouwens. Want ik ga deze week weer even alles op Vinted zetten. Ik heb een samenwerking op Instagram met Vinted. Mijn username. Het is trouwens nu niet gesponsord door mijn username. Op Vinted is een Classic Sale. Mochten jullie willen kijken. Dus even wat leuke dingen uit mijn kast halen. Ik zit trouwens zelf ook echt vaak op Vinted. Ik heb dus zeg maar helemaal ontdekt hoe je zeg maar leuke vintage dingen kan shoppen. Misschien zal ik een keer, als jullie het leuk vinden, laat maar even weten. Een uitleg maken over welke zoektermen je... Oké. Kijken of een bom afgaat. Goede zoektermen kan gebruiken op Vinted om leuke dingen te vinden. Dus dat ga ik doen. En voor de rest denk ik even chill in bed vandaag. Ja, heb ik verder nog iets te vertellen? Nee, ja. Ik zie er waarschijnlijk heel vermoeid uit. Ik voel me ook heel erg moe. Maar ik heb wel goed geslapen. En ik hoor dus echt weer dat veel mensen corona ook hebben. In mijn omgeving. Ik heb zoveel getest. En ook Olly getest van de week weer eventjes. Dus ik ga nu denk ik een beetje langzaam in bed mijn werk doen. En dan straks opruimen. En zo. Kijk wel eventjes. Good morning guys. Ik heb gisteren niet meer gevlogd trouwens, bedenk ik me nu. Het is vandaag woensdag. Ik moet dus heel eerlijk zeggen, ik ben dus echt super chagrijnig. En ik weet niet waarom. En normaal denk ik dan van, ik ga niet vloggen. Maar nu dacht ik, ja, waarom moet ik alleen maar vloggen als ik me goed voel? Misschien krijg je er nu wel een hekel aan, maar I don't know. Maar goed, ik weet niet. Ik ben gewoon, ik heb een soort van anxiety. En ik voel me gewoon niet goed. Gewoon niet lekker. Maar ik ga mezelf vermannen. Ja, ik ga nu shooten voor Hunkemuller. Het is nu 8:30. Ik ben dus al bijna geklemd en klaar om te gaan. Ik moet daar om 9:00 zijn waar ik ga shooten. En dan ga ik even snel naar de kapper. Puntjes van mijn haar knippen. Dan ga ik naar bindweefsel voor mijn benen. Dan heb ik 2 uur rijles.
Dan moet ik een campagne shooten. Twee campagnes shooten. Nee, dat is niet waar. Drie campagnes shooten. Na de rijles. En dan ga ik met Olly naar zwemles. Koken. Dat is de dag. Ik hoop dat mijn chagrijnigheid een beetje in de loop van de dag wat minder gaat worden. Dat zou fijn zijn. Voor mezelf, maar ook voor de medemens. Kennen jullie dat je gewoon al erg wordt als mensen om je heen ademen? En dat ligt totaal niet aan die mensen, maar het ligt gewoon aan hoe je zelf in je vel zit. Dat is mijn mood vandaag. Even kijken. Mijn fixing spray. Ik hoorde dus, dit is echt mijn lievelingsfixing spray al jaren. Gewoon die Fix Plus van MAC. Want je make-up blijft er echt heel goed door zitten. Maar ik hoorde dus van de make-up artist van de week dat je daar mega droge huid van krijgt. En dat heb ik al. So maybe I should be careful. Even kijken, dit neem ik mee hier. Mijn haar is trouwens ook echt mega vet. Maar ik had er echt even geen zin om het te wassen. Dus dat ga ik niet doen. Ik heb ook een nieuwe krultang. Ik heb alleen deze nu. Die maar best wel kleine krullen. Ik denk dat ik even mijn preventieve paracetamol ook ga innemen. Ik doe altijd zeg maar zomaar krullen. Een paar plukjes. En dan haarlak erop. Ik doe er echt maar per kant 5 of zo. En dan kan ik het uit. En dan moet het blijven zitten. Maar ik heb echt weinig tijd. Ik moet over 10 minuten weg. Dus doe het even snel, snel, snel. Gisteravond ook nog onder de zonnebank geweest. Zo ongezond. Dat doe ik bijna nooit. Maar ik dacht, een keertje. Moet kunnen. Maar op zich ook best wel. Nou, het was aan mij eigenlijk. Ik ben er maar 18 minuten geweest. Jongens. Ik ga haasten, dan zie ik jullie zo. Ik ben bij Mariette aangekomen. En we gaan even mijn haar knippen. Ik had net shoot. Oeh. En ik heb alle trappen naar boven gerend. Dit is uiteindelijk wat ik aan heb vandaag. Ja, dus we gaan even mijn haar knippen. Maar het is trouwens echt heel vet. Helaas, ik wil er niks van af. Ik ben weer thuis. Olly komt net uit school. Waarom kijk je zo boos? Omdat deze niet hier in. Oh, hij zat er niet in. Hier, wil je op dan mag je op deze. Zeg even hallo tegen de vlog. Hallo. Hallo niemand. Dat zou een mooi liedje zijn. Een mooie titel van een liedje zijn. Hallo niemand. Vind je niet? Olivia heeft een cultuurochtend gehad. En Sander ging met de kinderen muziekles doen. Oké, okay, ik ben maar even thuis. Even snel spullen pakken. En ik moet zeggen, ik denk dat Olivia mijn chagrijnigheid heeft overgenomen. Want ik zei natuurlijk vanochtend dat ik chagrijnig was. Maar ik voel me echt super goed. Ik had gisteren natuurlijk ook migraine en zo. Wat een klaagzang is deze vlog eigenlijk. En nu voel ik me weer goed. En ik ben naar de kapper geweest. Mijn haar is super vet nog steeds. Want ik heb het niet gewassen daar. Maar we hebben wel zo'n stukje eraf geknipt. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zie het zelf wel trouwens. En nu heb ik dus 2 uur rijles. En dan ga ik 2 campagnes filmen. En dan naar zwemles. Met Olly. En ja, I feel pretty good. Dus ik zie jullie, denk na de rijles. Want met de rijlesvlog is denk ik niet zo de bedoeling. Ik denk dat ik even lekker warm ga trekken. Het regent ineens. Ja, let's go. En vanochtend ging ik dus foto's maken voor Hunkemuller. Die staan nog niet online en zijn nog niet geëdit. Maar ik had ze net even naar Sander gestuurd. En die vond ze niet leuk. Dus ik weet niet of de klant ze wel leuk gaat vinden. Gaat om dit setje dan voor Hunkemuller. Ik vond zelf deze wel heel leuk. Maar misschien moet ik even een beetje licht editen en details. Deze vind ik trouwens ook wel echt leuk. Dus dat heb ik vanochtend geshoot voordat ik naar de kapper ging. Ja, ik dacht dat is wel leuk om te laten zien. Oké guys, ik ben weer terug. En de rijles ging echt super goed. Ja, en ik heb even pakketjes gehaald. Ik heb echt zoveel leuke pakketten binnen. Beautyproducten. Maar ook een hele zak van Naked. Waaronder, jullie kunnen het niet zien. Ik film het zo onder de spiegel, dit pak. En ik dacht, ik laat even weten dat je deze maand weer 20%, dat is echt een hele lekkere korting, korting krijgt op de hele website van Naked met de code NOR20. Ik zal hier een beeld zetten en ik ga jullie even laten zien wat ik deze maand heb uitgekozen. En ik zal ook eventjes de linkjes van alle items die ik heb gekozen hieronder zetten. Dan kunnen jullie er meteen naar klikken. Kijk, hier zien jullie het pak ietsjes beter. En hier zien jullie ook mijn lieve babytje. Kom met mijn ballet. Was het leuk? En van mijn appie. Oh, wat heb je gekocht dan? Een avondeten. Chocomelk. Lekker, lieverd. Lekker. Wat vind je van mijn roze outfit? Ik vind hem heel cool. Leuk. Oké, jongens, ik ga even mijn volgende outfit aantrekken. Hey guys, toen ik deze broek zag. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Ik dacht dat ik gek werd. Kijk, hij is zo'n mooie kleur denim. En je hebt dus zeg maar de hele zijkant met van die kettingjes. En ik vind het echt, ik vind hem zo vet. I love it. Hij valt wel klein, vind ik. Dus mocht je deze willen bestellen, bestel een maatje groter. Oké, guys, het volgende. Dit wilde ik echt al heel lang. Ik zie dat altijd bij iedereen. Is deze belly chain. Dit is dus een padel belly chain. En deze superleuke
cargo pants. Die draag ik, zoals jullie weten, echt... Nou, vandaag had ik ook een denim aan, die draag ik echt elke dag. En deze is heel leuk. Deze valt weer wat groter, wel oversized. En dat vind ik zelf wel wat leuker. Dus ja, en ik vind deze kleur ook echt heel, heel cool. Oké, guys, het volgende item is deze vinyl top. Ook heel erg cool. Ik draag dit soort dingen heel vaak, zoals jullie weten. Want ik vind dat leuk onder een zwarte blazer. Dat het net meer een soort van fashionable vibe is bij je outfit. Dus ja, ik vond het heel leuk dat er bij Naked nu ook zoiets was. Ik heb er zelf eentje van, volgens mij van IMG. Ja, die is heel kort. Die is net even dan iets meer ordinair. Ik vond deze net iets meer fashionable. Oké, jongens, dit is echt mijn favoriete item. Ik vind dit zo'n mooi jasje. Ik ga dit morgen meteen aandoen. Ik vind het zo geweldig. Sorry, maar als je dit lijkt echt een gewoon Mugler designer jasje van €1500. Is zo perfecte fit. Mocht je op zoek zijn naar zo'n jasje, dit is just... Wauw. Hij zit zo perfect. Ik ben hier zo blij mee. Oké, guys. Het laatste item van deze haul is deze boyfriend blazer. Dat draag ik sowieso heel vaak. Dus als je niet voor oversized houdt, bestel hem dan kleiner. Ja, hij heeft een soort van shoulder pads. En ik vind deze kleur altijd zo leuk. Om dat met alles te combineren. Dus met denim is dit leuk. Met wit, zwart. Met groen, zoals ik nu aan heb. Dus ja, dus ik zet het lijstje hieronder neer. En vergeet niet dat je met de code NOR20... 20% korting krijgt. En ik ga nu dus even snel mijn spullen pakken. En naar de zwemles van Olly. Heel veel zin in. Het is woensdag. En woensdag is altijd leuk. Want het is de grote switchdag. Toch? Ja. Want we hebben altijd deze. De leukste dag van de week. En natuurlijk de verloren zoon. En Olivia. En Olivia die gaat op woensdag. Naar zwemles. Ja, en daar hebben we zin in. Vorige week was fabulous. En ze is we hebben al verteld. Ze is een badje opgeschoven. Ja, dus ja. Zij was binnen. Ze was te goed. Het was te goed. Ja. Te goed. Het zelf voor. Ja, zo leuk. Ik heb er echt zin in. En Nordi gaat gelukkig mee. Want dat is ook super leuk. Dus join us. We zijn bij de zwembus. En ik kan niet echt filmen, want ik wil geen andere kinderen in beeld. Die vinden dat waarschijnlijk niet chill. Maar Olivia had net wel echt blinde paniek. Het is hier zo intens heet. Voor andere mensen die kijken, die moeder zijn. Of vader, hallo. Vader, respect. Maar in principe zijn 99% van de mensen die kijken wel vrouw. Dus ik wilde gewoon even respect aan de zwemles gaan de ouders geven. Heerlijk. Ja, het is hier bloedbenauwd. Mijn ogen branden van het chloor. Ja, ik moet net hoesten ook, weet je wel. En daarna gaan we naar de pubers, gaan we even eten. Ja, leuk. En Floris Zoon is ook weer gearriveerd. Die gaan ze ook beter met jou. En pingpongen. Ik niet, ik ga lezen. Ik ga de hele volgende krant uitlezen. Ik heb zo'n zin om te lezen. Oké, nou jongens, we zien jullie zo als deze ellende is afgelopen. De zwemles is voorbij. Ja, en het was super leuk. En ik moest een kikkertje leren. En voor de mensen die dat niet weten, dat is schrijven. En dan moet je zo en dan zo. Wij zijn lekker aan het eten. We hebben Caesar salade en frietjes hebben we gegeten. Tenminste, iedereen is bijna klaar. Die gaan Sander zijn weer ruzie aan het maken. Verwijs. Ja, maar ik moet deze gezicht laten zien. Kijk. Sorry, maar even. 13-12. Kijk, dit is gewoon dicht. Ja, iets verder weg. 13-12. Kijk. Mooi. Echt met allemaal paars. Maan. Mag ik wat doen? Heel ver weg. Mama, mag ik laten zien hoe mij naar bed gaat? Nou, zal ik het filmen? Ja. Kijk, Olivia gaat... Je kleding moet je wel even zo je hand doen. Natuurlijk, ik doe hem uit en dan zet ik hem weer aan als je die pyjama aan hebt. Ik heb een pyjama aan. Ja, cool. We gaan lekker naar bed. Wil je boven of beneden? Beneden. Oh ja, is goed. Lekker slapen. Ja, dat is leuk. Dan gaan we lekker lezen. Oké, jongens. Het is donderdag en het is echt zo lekker weer in de stad. Het is echt heerlijk. Ik heb net met mijn vriendinnetjes op het terras gezeten. Het was echt heerlijk. En nu gaan we iets totaal tegenovergestelde van dit zonnige, warme weer. We gaan namelijk kaas fonduwen. Ja, het begint ook wel wat kerstjes te worden. Maar we gaan dus kaas fonduwen bij Smelt. Volgens mij heet het zo. Oh, daar is het. Toch? Of niet? Oh ja, hier is het. Het ziet er wel heel leuk uit. Maar ik heb in ieder geval heel erg honger. Dus dat komt goed uit. Ik heb vanochtend alleen echt super erg mijn duim verbrand. Maar lekker! We hebben net een heel lekker plankje met allemaal ham op. En hoe heet het ook alweer? Artichok. Oh ja, artichok. Gestoomde artichok, echt zo heel lekker. Zo meteen hebben we... Olly heeft Hollandse
kaasfondue en wij hebben allemaal Zwitserse. Ja. Lekker! We hebben net echt heerlijk gegeten. Het was zo lekker, hè? Ik kan alleen niet stoppen met eten. Dit is onze tweede bak met brood. En Ollie is een beetje moe. Helaas. Oh. Zijn we lekker thuis? Ik wil zo graag dat mijn pakketje van Naked binnenkomt. Ik had twee dingetjes besteld. Ik laat even zien. Ik had deze besteld. Die had Kay aan op een van haar stories. Vond ik echt super leuk. En deze, die had ik twee besteld. Alleen ik wil zo graag dat het binnenkomt. But it takes a while. Maar ik denk wel dat het elk moment komt. Ja? Wat is er? Kom, naar boven. Dan gaan we naar bed. Nee, ik heb al mijn vingers. Oh ja. Want ik ben even wat dingen aan het bestellen. Want ik ga naar Tulum. Over anderhalf week of zo. Met mijn mamski. Echt zoveel zin in. Echt. Ik kan echt niet wachten. Gewoon lekker de hele dag. Om naar Tulum te gaan. Ga naar Tulum. Wat? Ga naar Tulum. Naar Mexico. Mexico, waarom? Op vakantie. Ik had mezelf dus gekrapt in mijn slaap. Ik ben weer bij Mariette. En dit keer zijn we er voor Olivia. Want Mariette heeft net haar haar geknipt. En wat zijn we nu aan het doen? Haar roze. We gaan nu je haar roze verven. Kijk, en even kijken. Ze zitten nu, de folietjes zitten er nu in. Even kijken. En dan gaan we ze straks uitwassen. En dan heeft ze allemaal plukken met roze haar. Het was je eigen idee, lieverd. Ja. Heb je er zin in? Prinsessen. Net zoals de? Als de? Waar is je jurk? Laat je jurk zien. Net zoals je jurk. Waar is je jurk? Zit hij verstopt? Oh ja. Ik ben heel benieuwd, lieverd. Jij ook? Ja. Ik heb er wel zin in. Ja. Wow. Wow. Dat is cool. Ja. Hey guys. Good morning. Het is zaterdag en we zijn thuis. We vloggen even met de telefoon. Heb ik eigenlijk Ollie haar eindresultaat van haar laten zien? Nee, volgens mij niet. Even op het dak zitten, want het is super mooi weer. Even lunchen. En vanavond gaan we met z'n allen, ook met Bibi en Micha, naar de première van Selma, de documentaire. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Kijk. Ollie! Kijk je haar eens zien. Zo mooi geworden. We gaan in ieder geval lekker even lunchen. Hi San. En we gaan even de vlog afsluiten, want deze morgen online. Zullen we even zwaaien? Doei! Bedankt voor het kijken, tot volgende week.